dat is het zeker hoor. Mooie ochtend dit. Oh. What a beautiful day. Badada. En niet zomaar, want ik heb echt een te gekke band hier vanmorgen staan. Het is My Baby. My Baby. Goedemorgen, Cato. Goedemorgen. Cato van Dijk, jij bent de zangeres van My Baby. En ik zat even net te luisteren terwijl jullie aan het soundchecken waren. Het is echt... Het... Sorry. Als je het hoort, heb je het idee dat er 20 man staat te dampen en te stampen. Maar je zegt gewoon met z'n drietjes. Ja, we zijn een beetje een power trio aan het worden. Ja, heel tof hoor. Echt tof. Jij bent het, zangeres. Jouw broer is op de drums. Zingt zelf ook. Precies. En Daniel de Vries die speelt er ook nog gitaar bij. My Baby is het. Voor de mensen die denken, Cato, ik ken jou ergens van. Jij komt van de Soldiers onder. Sterker nog, jullie komen allemaal van de Soldiers. Alle drie. Toch? Ja, alle drie. Klopt. Is mijn eerste vraag gelijk, bestaan de Soldiers nog, of niet? Om nou hier op de radio het definitieve einde van de Soldiers aan te kondigen. Nou, het is, we hebben wel besloten om even de komende tijd daar niks aan te doen. Omdat we onze eigen wegen zijn gegaan, ieder. Dus daarmee denk ik nee. Zoals het al, kan. Toch voorlopig even niet. Maar ja, er komt misschien ook nog wel een comeback. Dat weet je natuurlijk nooit. Ja, nou, de Soldiers, dat werd door, ik weet nog dat Leo Blokhuis, die pikte het op. En ik heb jullie echt overal wel gezien. Dus dat was een toffe band. Lijkt dit dan daar een beetje op, voor de mensen die dat kennen? Vind ik zelf niet. Maar het heeft wel allemaal dezelfde invloeden. Blues, Americana, folk. En dat hoor je natuurlijk wel in terug. En dat is misschien voor sommige mensen niet een extreem verschil. Voor ons wel, maar... Ja, Het toffe is, jullie album is nog niet eens uit, My Baby. En dan zit ik op een gegeven moment De Wereld Draait Door te kijken. En dan zie ik daar Larry Graham staan. naast jullie. En dan dit kan eigenlijk bijna niet waar zijn. De legende stof, Larry Graham, bassist van Sly and the Family Stone. Oprichter van Graham Central Station. En als uitvinder van de slapping techniek. Een echte godvader van de bas, die Larry Graham. Hoorde bij toeval de muziek van de Nederlandse band My Baby. En nodigde ze uit om samen iets te doen. Gisteren, hoe tof is dat? Maar ik had het net nog over De Wereld Draait Door. En John Legend is. Maar hoe lang jullie hebben daar echt wel 2,5 minuut of zo staan spelen, toch? In plaats van dat minuutje. Dat vind ik wel tof. Dat is niet waar. Nee? Nee. Dat was toch geen minuut? Ja. Ik ga straks timen gaan. Maar het ligt eraan of je dus de minuutversie hebt gekeken of iets van wat er voor de uitzending was. Dat, was dat duurde heel lang. Dan hebben we volgens mij wel iets van 10 minuten staan spelen. Maar ik denk dat het gewoon voor heel veel mensen zelfs langer overkwam. Maar hoe kom je aan Larry Graham ineens als fan? Ja, dat is bizar gelopen. Dat is een beetje via ons perspersoon. En die ook zijn pers doet in Nederland. En die heeft ons aan elkaar gekoppeld eigenlijk. En dat klikte. En hij vond ons muziek cool. En wij natuurlijk, de zijne ook. Maar dat al jaren. Maar hij had net van ons gehoord. En hij vond het gewoon goed om samen te gaan spelen. En hij nodigt ons uit voor zijn shows. En om samen DVD te doen. Dus, heel erg leuk. Heel bijzonder. Komt nog steeds moeilijk beseffen. Nee, helaas. Nee, we hadden toen wel geprobeerd om dat op een soort studio setting. Maar hij was super druk. Dus wie weet, op een volgend album of een losse track, dat we nog wel eens iets kunnen doen. Ja, het is in elk geval ook goede promotie hoor. Als zo iemand achter je staat, dat is wel tof. Ja. Nog één dingetje, en dat bedoel ik zeker niet onaardig. Sterker nog, het is de muzieknerd in mij, jullie single. Jullie single, die klinkt... dit knopje. Jullie single klinkt zo. Even een stukje, hè? Maar die deed mij een beetje denken aan deze. Klopt. En dan, of... Dat kan natuurlijk altijd dat je dan denkt... Ja, dude, de muziek lijkt me op. Maar is het er een beetje op geïnspireerd? Zeker, ja. Oké. Dat is een van onze lievelingsnummers. We wilden eigenlijk... Ja, dat is gewoon een traditional, weet je. Dus we hebben dat een beetje in een soort nieuw jasje gestoken. Als een soort van ode aan dat nummer ook. Ja. Alleen wel een andere tekst. Ja, precies. Dus, het is ook wel een beetje, het is ook wel op punten anders. Maar dus zeker, het is voor de luisteraar die het kent, die herkent het zo erin. Dus, Wade in the Water, inderdaad. Wade in the Water. Tof. Ik ga je naar de gang sturen, dat bedoel ik vooral aardig. Want daar staat de rest van de band. En wat ga je als eerste voor ons spelen? De single, Take It As A Warning. Take It As A Warning. Thanks. Oké, ga lekker de gang op. Kijk vooral mee thuis via Radio 6.nl of via de app. Kan je ook kan je gewoon kijken, hè? Zo simpel is dat. Want dan gaan ze de gang op, hoor. En dan kan je alles mee zien en luisteren.